Let the challenge begin. Nou ja, ik denk dat de sangria niet helemaal lekker is gevallen gisteren. Lange rit, jongens. Goedemorgen trouwens. We gaan naar Caceras, fantastisch restaurant. Maar eerst nog eventjes, ja, bijna 600 kilometer stampen door Spanje. Hele mooie wegen, zijn vaak lege wegen, maar ja, blijft altijd een beetje kat en muis met oma Gent. Dus we moeten wel een beetje aan de snelheid blijven denken. Maar op naar de autobaan. Mañana vandaag. Jongens, kijk eens eventjes. Het is ook wel even lekker hoor, want het was gisteren wel 40 graden hier in de cabrio. Bakplaat. Vandaag wolkies. Ook wel even lekker, kap dicht. We kunnen eventjes relaxed kilometers maken. Kijk eens even, het zonnetje begint door te breken. Nou, mooie omgeving hier, hè? Mooie omgeving. Het is nog een beetje noord, midden Spanje, maar nou, net iets anders dan die weilanden, die eeuwige saaie weilanden van Nederland. De actieradius is wel beroerd klein van dat ding. We krijgen al te hard, dat is te veel zuigt. Maar je moet wel vaak tanken met zo'n 50 jaren edition. Zal de leeftijd wel zijn dat hij veel moet pissen. Chateau Petrus, this is. Jongens, Capiopo, 47 graden. Lekker maar. Ik zet even de airco aan. We zijn het laatste stukje rijden, op naar Sevilla, nog 2 uurtjes. Ja, en dan even een duik in het zwembad. Zin in. Pedals zijn gewoon goed idee. Ik kan niet eens schakelen. Ik ga schakelen met mijn mondkapje. Ik brand gewoon mijn vingers aan de pedals. Bloed uit je bek komt. Ja.
Drivers Dream kijkers, goedemorgen vanuit Sevilla. Laatste routekaartje alweer van vandaag. We hebben morgen nog een extra dag in Marbella, dus dan gaan we even lekker aan het strand liggen. Maar vandaag gaan we nog even rijden. Ja, best wel heel bijzonder. De eerste motoren worden alweer gestart, want we gaan vandaag naar Ascari. Een heel mooi circuit. Dat ligt in Ronda. Uurtje rijden vanaf Marbella. Ja, en het is een schitterend circuit, aangelegd ooit door een Nederlander, Klaas Zwart. En ja, als we daar gereden hebben, dan gaan we terug van Ronda naar Marbella. En ook dat, ja, dat is echt een van de allermooiste bergroutes die er is. Dat ga je allemaal zien. Tankbeurtje van deze week. Eventjes nog voor het circuit dalen. Hij gaf wel aan remblokprobleempjes. Dus de remmetjes beginnen ook wel een klein beetje te slijten. Dat heb je nog wel. Oké, welke auto zou jij dus meenemen op deze trip? Schrijf dat eens even in de kop. De AMG GTC waarin ik rijd. C63. RS6. Lekker handig voor de Turbo S. Performante Spider. Kleine tip voor het geluid. Neem de Performante Spider. Oh. Maar hier, hè? 812. F8 Tributo. Zeg het maar. Schrijf even in de comments. Als jij deze roadtrip zou doen, dwars door de binnenlanden van Spanje, wat neem je mee? Ascari racehelm. Ga even een rondje op het circuit. Rustig aan. Hij gaf al aan dat de remblokjes een beetje op waren. Dus we gaan rustig rijden. Hartstikke bandje. Zo! Willempie! Dit is heel bijzonder. We zijn hier in de private garage eigenlijk van Ascari Racetrack. Hier staan ook allemaal raceauto's, ja, van leden van deze club.
Vanaf 150.000 euro kun je lid worden hier van het circuit. Kun je je eigen raceauto neerzetten. Mogen we niet allemaal filmen. Maar dit achter mij wel. En dit is heel uniek. Ik had het al verteld, de eigenaar van het circuit is Klaas Zwart. Dat is een hele rijke Nederlander. En die heeft ooit dit circuit ontworpen. Maar hij wilde ook ooit een eigen auto bouwen. Een eigen raceauto. En het moest de snelste en best rijdende auto ter wereld worden. Nou, auto's ontwikkelen kost geld. En hij is een heel eind gekomen. En dit is waar het mee begon. Begin deze eeuw, rond 2001, 2002. De Ascari Ecos. Ja, er zit een V8 middenmotor in. Razendsnel. Ja, hoe ga je zo'n auto vermarkten? Het is de tijd dat Spyker opkwam, Pagani kwam op. Al die fabrikanten waren er ineens. Wiesman kwam erbij. Ja, dit was echt meer een track-focused raceauto. Maar dit is de straatversie. Zijn er 28 van gebouwd. En hier staat de opvolger eigenlijk van de Ecos, de KZ1. Eigenlijk een wat meer luxere auto, daar kwam ook veel meer vraag om van, ja, het hoeft ze niet zo racy. En ja, KZ1, dat snap je wel, hè? Klaas Zwart 1. We weten niet hoeveel er precies zijn gebouwd, maar het is best wel heel uniek om ze hier even te staan. Het is überhaupt uniek om alle Ascaris hier bij elkaar te zien, want ja, waar zie je dat nou? Oh ja, op Drivers Club, dat is waar. Ja, en hier nog een KZ1. En in een groen kleurtje. En wat nou bijzonder was, hè, er zijn verschillende pakketten eigenlijk om lid te worden van de club. Ik zei al, het instapprijsje is 150.000 euro. Dan mag je je auto hier neerzetten en dan mag je rondjes rijden. Maar je kan ook meer betalen en dan krijg je er een auto bij. Namelijk deze, de KZ1. Moest je wel 1 miljoen membership fee per jaar betalen. Dus inclusief auto, dat dan weer wel. Wat helemaal uniek is aan die KZ1, ik heb hem echt mee zien rijden over de openbare weg. Want deze heeft meegedaan aan de challenge. Het heette toen nog de Quote Challenge. Het was 2004, lang geleden, inderdaad. 16 jaar geleden reed een KZ1 mee in de Quote Challenge. En daar zijn beelden van. Ja, en dit is zo ontzettend gaaf om te zien. De Ascari A10, ontworpen ter ere van het 10-jarig bestaan eigenlijk van Ascari. Maar het is een prototype. En als het een prototype is, dan raden jullie hem al. Hij heeft nooit de productiefase echt gehaald. En het is zo jammer als je die auto ziet, zo ontzettend gaaf. Er zit een BMW M5 blok in van de E39. Origineel heeft zo'n blok 400 pk. Deze is opgeboord naar dik 700 pk. En dit ding was snel, hè? Misschien weet je het nog wel. Deze auto heeft daadwerkelijk gereden op het topkeercircuit. En was eventjes in hand van de stick zelfs de snelste auto ter wereld. Heel eventjes, want toen werd hij er alweer afgereden. Ik dacht door een Pagani, weet ik even niet eens meer. Maar als je deze auto ziet. Deze auto had gewoon het eindstadium moeten halen. Alleen ja, auto's produceren, dit soort auto's. Produceren kost gewoon klauwen met geld. Kijk maar naar Spyker. Uiteindelijk redden ze het niet. Hier kom ik. Dit mag natuurlijk eigenlijk niet, want hier staan de speeltjes. Ik zei het al, van de echt rijke clubleden. Ja, die mag je officieel niet op de film zetten, want privacy, et cetera. We doen het even. Kijk eens. En zo. En dit is echt bijzonder. Kijk even, de raceversie van de LaFerrari FXXK. Hoe heet het apparaat ook alweer? Ja. Heel bijzonder om dit hier even te zien. Dit was Ascari. Het is tijd voor het allerlaatste stukje rijden van deze challenge. Maar dat is wel een lekker toetje hoor. Een van de allermooiste bergwegen die er is. Helemaal naar beneden, naar de kust, naar San Pedro. 50 kilometer slingeren. En dan gaan we maar eens een wijntje drinken aan het zwembad bij het Nobu Hotel. Hoppakee. Het is altijd zo genieten hier. Zo ontzettend mooi gemaakt, dit Ascari Race Resort. Maar twee uurtjes heerlijk lopen vlammen. En nu op naar de beach. Nobu, here we come. Vijf dagen vlammen met deze GTC. Ja, ik ben hem meer en meer gaan waarderen. Hè. 550 pk en dan lekker open cruisen. Dus je hoort dat
geklapper van die hamerende V8. Als je hem dan in Sportplus hebt staan. Ja, geweldig. Je kunt er nog wat in kwijt. Het is echt wel een fijne, fijne reisauto dit. En ja, oh, moet je luisteren. Komt er weer. Inhalen hier in de bergen. Eén keer gas geven. Fluitje van een cent. En dit is gewoon driving heaven, hè. Driving heaven, zo noem ik het maar, want kijk eens even deze omgeving en dan deze auto. Heerlijk. Ja, de AMG GT, hij doet zijn naam gewoon eer aan, want het is gewoon een GT. Een goede reisauto, maar als je hem dan in Sport Plus zet, dan is die echt wel, dan kan je ermee rammen hoor. Natuurlijk gaat hij, kijk zoals dit, gaat hij een beetje overhellen. En het is niet die hardcore circuitauto, dat hebben we net ook wel gemerkt. Maar kijk eens nu even inhalen. En oh, het is gewoon de juiste combinatie tussen snelheid, comfort, ja, en luxe. Gewoon goede keuze geweest voor deze challenge. Deze AMG GTC. Ja, ook weer unieke beelden. Marbella met 300 zondagen per jaar het meest zonzekere plekje van Europa. En wij gaan erheen en kijk eens, het begint te regenen. We rijden dwars door de wolken heen. Ja, ook nog weer mooi om mee te maken. Bochten, goed asfalt en dan een AMG GTC op je billen. Dit is driving heaven hoor. Dit is zo'n fijne weg. En dan die 550 pk met een klapperende AMG. Heerlijk! We zijn er bijna, jongens, de laatste kilometers van deze challenge. En ja, daar gaan we even lekker bij komen. We zitten in het Noble Hotel, dat is ja, eigenlijk vast aan het Puente Romano Hotel. Misschien ken je het wel. Ja, heerlijk strand en een zwembad. En morgen gaan we dan echt eventjes een dag chillen, bijkomen. Nikki Beach, bedje, een beetje lunchen. Hadden we niet gedaan deze week eten. Hey, heerlijk relaxed. Het is de day after the night before. Jongens, welkom op Nikki Beach. Ik hou mijn zonnebril vandaag maar even op. Maar het was een mooie afsluiting in Marbella. Ja, vandaag is het even bijkomen. Dus welverdiend rozeetje. En ik zie je op de volgende film, hè. Stream en nog even over dat mondkapje. Dat is zo gezellig. We zijn in Spanje. Helemaal niks gemerkt. Proost.